Het kind wordt kaal geschoren omdat wij Hindustanen onder andere in karma geloven. Karma en dharma, het heeft altijd met elkaar te maken. Karma is hetgene wat je doet en dharma is waarin je gelooft, je geloofsovertuiging. Moeren wordt gedaan omdat men de ziel van de baby eigenlijk associeert met het vorige leven. Het haar wat de baby krijgt wordt daarmee dus ook geassocieerd uit het vorige leven. En alle negatieve aspecten uit het vorige leven. En moeren wordt dus onder andere gedaan om de baby of de ziel klaar te maken voor een toekomst. Een toekomst vol positiviteit, ja, waarbij het eigenlijk, waarbij alle negativiteit uit de vorige levens verbannen zijn. Nou, moeden is eigenlijk in de ochtend al gebeurd door middel van een priester die is hier thuis geweest. Die heeft allerlei mantras opgezegd. We hebben gebeden, we hebben gezongen en na bescherming dus van bovenaf te hebben gekregen, heeft mijn man dus het haar van onze baby op 4 punten geknipt. Dus noord, oost, west, zuid. En dat is eigenlijk moeren. Het kaalscheren daarna is eigenlijk onderdeel van het feest om de moeren te vieren. Ja, ik kom uit Limburg, waar wij eigenlijk niet zoveel met het hindoeïsme te maken hadden. Maar ja, sinds ik moeder ben geworden van 2 kinderen en ga je toch nadenken over het leven en over aspecten die je hun, die ik hun wil meegeven. En daarnaast hebben wij moeren ook gedaan omdat ik hem ook een stukje geloof wil meegeven. Omdat ik hem dingen wil bijbrengen wat ons geloof is, wat moeren is. Hoe belangrijk het voor ons betekent. En dat ik er ook alles aan heb kunnen doen om hem een goede start te geven. In de avond hadden wij dus de moeren, het feest van de moeren. En dat begon eigenlijk al met de bedhau. De bedhau is eigenlijk waarbij de poewa's, de zussen van de vader, binnenkomen met lekkernijen, zoetigheden en een nachenya, een danseres. Waarna dus wij van de moederskant hun staan te ontvangen. Wij met z'n drieën hebben ons zeg maar klaargemaakt op onze plaats en met een dia en de poewa met haar looi. Daar hoort natuurlijk gezelligheid bij, muziek, eten, drinken. Dat is echt een groot feest. Er zijn ook vele gasten aanwezig die dag. Familie, kennissen, vrienden, genodigden. Die ook hun cadeautjes en hun zegeningen geven aan de baby. Wij zijn iedere donderdag ook vegetarisch. En niet alleen ik, mijn man, maar ook mijn kinderen. En dan bidden wij ook boven voor onze altaar. En op deze manier hoop ik ook dat God altijd hun handen boven het hoofd houdt.